Goedemorgen mensen, morgenmiddag onderhand. Maar ja, dat heeft met mijn nacht te maken. Ik heb mij gebeurd, ik lig lekker op bed, iPadje, serie, klem met Marius Milner, held. Marius is dood, nou, een stukje mij is ook dood gegaan nu. Ik weet niet eens of ik nog wel verder wil kijken met een kutserie, maar ja, doe maar. Dus ik lig lekker met mijn iPadje en ja, je kent het wel, het wordt wat kouder buiten. Je ligt helemaal in je comfortzone. Ik ga mijn telefoon, belt een vriend van mij op. Hij zegt, Alex, ik heb je hulp nodig, ik ben een kast in elkaar aan het zetten. Het wordt helemaal niks, die hele kast valt uit elkaar. Godverdomme, zegt hij. Dus hij was helemaal wild in zijn kop. Nou, ik hoorde het al, ik strijk mijn hand over mijn hart. En, nou, ik kleed me aan, zeg mevrouw, wat ga je doen? Dus ik kijk haar gewoon aan, strak. Ik zeg serieus tegen haar. Ja, ik ga een kast in elkaar zetten met mijn maat. Nee, maar nu even serieus, Alex. Wat ga je doen? Maar ja, ik ben niet iemand die zich gaat herhalen, dus ik doe mijn broek aan en ik ga weg. Nou, ik denk tot op nu geloven ze nog niet dat ik een kast in elkaar heb gezet. Maar ik was dus om 4 uur vannacht thuis, dus ik ben een beetje brakjes. Niet van de drank, maar gewoon van het slaapgebrek. Ja, en normaal slaap ik ook niet heel veel, maar wel in dezelfde blokken, zeg maar. Heb je toch nodig, hè, als mens, een beetje structuur. En voor mij is dat helemaal belangrijk met mijn drukke koppie. Maar goed, ik heb een hele gezellige avond gehad bij mijn maat. Ik ben blij dat ik hem heb kunnen helpen. Ik weet in ieder geval, ja, helemaal na het verhaal van gisteren dat ik mijn ballen ging scheren, dat ze dat al verdacht vond, dat ik vandaag nou ja, onder een loep lig. Want er is geen man die s'nachts vertrekt om een kast in elkaar te gaan zetten, mijn vriend. En toch is het echt waar. Maar goed, mensen, ik wens jullie een fijne dag. Ik ga trainen, want dat moet gewoon gebeuren. Ik heb er ook zin in. En ik wens jullie echt een fantastische dag. Ik hou van jullie. Doei, doei.